De eerste wedstrijd voor het nieuwe seizoen van NEC is vrijdagavond tegen Sportclub Cambuur. Onder de nieuwe trainer Jack de Gier staat er een bijna geheel nieuw elftal. Nieuwe aanwinsten in het elftal van de Gier zijn onder andere Rens van Heijden, Joey van den Berg en Tom Overtoom. Kijk, we zullen thuis voor de winst gaan spelen, dat is duidelijk. En ik heb ook al gezegd in het begin dat ik hier kwam dat we een team willen samenstellen wat een bepaalde karakter met zich meebrengt. En die in ieder geval hier in de Goffert laat zien dat we onoverwinnelijk zijn en daar moeten we morgen mee beginnen. Ja, we hebben er wel voor gekozen om dan ook de spelers te halen waar wij het beste gevoel bij hebben. En waarvan we denken dat die ook echt van toegevoegde waarde zijn. Niet alleen voor de selectie, maar ook voor de club. Weet je, hè? Volgens mij zijn we daar dusver goed in geslaagd. Een nieuwe middenvelder is Tom Overtoom overgekomen van Almere City. Hij kreeg tijdens de training een warm ontvangst door de supporters. Ja, hartstikke leuk. Het geeft aan hoe het leeft hier en wat een warme club het is. Nou, ten eerste hebben we gewoon een hele goede selectie. Alle posities zijn dubbel bezet en goed ook bezet. Ik moet gewoon mijn best doen en een goed niveau halen. En dan kijken hoe we de trainer nodig hebben. Gewoon een goede trainer. Niet alleen tactisch, maar ook gewoon in de groep staat hij staat er middenin. Ik denk dat iedereen wel met hem wegloopt. Wat we in huis hebben, dat hebben we in huis. Dat is prima. En kunnen we nog iets toevoegen, dan zullen we dat niet nalaten. Ik denk dat we van onze eigen kracht moeten uitgaan. En we spelen thuis, dus in die zin moeten we gewoon volle bak en 3 punten hier houden.